Maar nee, dit was echt niet eerlijk. Dit was echt niet eerlijk hoe dit ging. Weer een crit. Waarom moet ik elke keer crits krijgen om dood te gaan? Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Omega Ruby Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Hallo Sander. Dat ben ik. Yay. Je moet altijd lachen als je het zegt, hè? Je doet altijd iets raars. Nee, dat komt omdat ik altijd iets raars doe. Ja. Dan zie ik dat en dan denk ik, oh god, Sander, wat doe je nou weer? Het is voor mij ook elke keer weer iets grappigs. Ik had nu ook weer, dan gisteravond was ik aflevering 17 aan het editen. En toen had je ook een stukje dat je zo zegt dat die Shedinja, zeg maar, dood is gegaan. En dat je echt zo met je hand zo naar... vijf Pokémons, vijf. En dat heb ik ook als voorstukje gedaan, want ik vond dat te grappig. Ja, klopt. Dat was goed. Ja, ik denk, dat moet je niet vergeten met het editen. Nee. Gelukkig was ik het al niet vergeten, alleen ja, toen al helemaal... Nee, dat kwam waarschijnlijk omdat ik het zo erg zeg. Hey, het werkt dus wel. Oké, er is low tide, dus ik kan hier als het goed is Pokémonnetjes vangen. Een Snorunt, kijk, daar houden we van. Snorunt is wel wat chill. Van die Dorito Shippies. Ja. Yummy. Ja, daar lijkt hij op zich wel op, ja. Ja. Ik zit al in te denken of ik Ja, ik denk dat ik Snorunt in mijn team ga doen. Voor? Ik weet het niet. Ik heb nog een space over, hè. Oh, oké. Oh, ik heb... Is dat nog steeds hetzelfde als die... als in aflevering 12 die je vanochtend hebt geüpload? Ja. Ja. Alleen is iedereen volledig geëvalueerd. Ja, oké. Dan weet ik... dan snap ik het. Dat is wel grappig, want mijn... Hey, een Cilio. Mijn Pokémon zijn natuurlijk allemaal best wel... soort van... in het begin allemaal dood gegaan, maar daarna heb ik de hele tijd hetzelfde team gehad. Ja, klopt. Dat is best knap. Maar ik heb ook een pech gehad dat ik twee keer with it out was, zeg maar, waardoor ik dus zoveel deads heb. Alleen Jordi doet elke keer zo lullig tegen mij daarover. Ik had niet anders van hem verwacht. Precies. Nee, grapje. Nou, nu ik er zo over nadenk. Nou, ik vind qua des, eventjes afkloppen, doe ik het ook best wel goed. Zeker. Op zich, voor mijn doel vind ik dat aardig. Ja, nee, dat is ook oké. Daar is niks aan gelogen, dat is ook gewoon oké. Nou ja, je hebt mensen die zijn zo goed, die doen het door ongeveer gemiddeld... drie Pokémon dood in een... Ja, maar dat zijn waarschijnlijk de mensen die dat voor hun werk doen, zeg maar. Nee! Oh, ik... Haha, is er iemand dood? Dat zou ik zo fucking grappig vinden. Wie is het? Jumpkick, hoezo deed hij de eerste keer... Je moet me wel even vertellen wat er gebeurt. Hij is een attack geweest, denk ik. Oké, ik vecht tegen Medicham. En die heeft... deed high jump kick, maar ik dacht dat overleeft hij wel, want... Hij deed de eerste keer, zat hij in het geel. Of zat hij nog in het groen. Dus ik denk, ja, dat overleeft hij wel. Ja. Alleen schijnbaar had hij iets gedaan van... Maar is er nou iemand dood bij jou, of niet? Ja. Oh, wie dan? Mijn Malwell. Oh. Enige. Very sad. Yep. Ik ben oprecht nu... Oh, dat heeft hij gedaan. Oké, hij heeft eerst zijn defenses heel erg opgehoogd. Ja. Yeah. Daarna deed hij power swap en dan switch zijn defense stat met zijn attacking stat. En daardoor ging ik waarschijnlijk dood. Maar ja, aha, daar had ik niet op gelet. Dat is echt weer kut. The more you know. Ja. Nou, dit had ik niet geweten. Nee. Kan ik ook gewoon... Ja, ik wil hier gewoon weg. Oké. Ah, oké. Ik heb ook een Is dit niet ook die double battle gym?
Ja, dit is de Double Battle Gym. Hebben we die al gehad? Nee. Die moet, dat is deze. Oké. Nou, gelukkig heb ik mijn Pokémon in mijn box dus ook een beetje geleveld. Alleen er zit geen... Oh, ik zie nou dat alleen meisjes Snorunt Frostlass kunnen worden. Yep. Leuk, hè? Zes. Ik denk het zeg, testjes. Wat, zes? Oh ja, zes. Ja. Ik zat heel even te denken wat je bedoelt. Ja, ik deed dit keer niet met mijn handen. Het spijt me. Teleurstellend weer. Nee, helemaal mee eens. Maar jij hebt nu Snowen gevangen en je gaat ook nog voor die Celio. Die heb ik ook, ik heb ze allebei. Alleen ik ga denk ik voor Snorunt in mijn team, zeg maar. Ja, oké. Cool. Ja, je hebt natuurlijk ook al een water type. Ja, al twee water types. Gyarados en... Sharpedo. Oh, die zit in aflevering 12, heb ik die nog niet natuurlijk. Nee, oké. Okay. Ja. Maar, oké. Okay. Ja, dat kan kloppen. Oké, Ang gaat toch niet behulpzaam zijn. Wie heet er Ang? Okay. Oh ja, Meditite. Ja, Meditite. Ja, het is nu nog een Meditite. Dat was volgens mij zelfs mijn idee toch? Of was het jouw idee om een Ang te noemen? Ik weet het niet meer. We gaan die aflevering terugkijken. Oh wacht, dat was aflevering 7. Die 17, die heb ik net geüpload. Oh, dan had jij moeten weten. Ja, Levitate. Ik hoor Salty Sander. Mag ik zo'n Sander Salt in de chat? Ik zit nog te twijfelen of ik Sharpedo uit mijn team haal en Celio erin. Ik denk het wel. Ik zou dat wel doen. Ja, hè? Alhoewel Sharpedo is poison of is dat nee, dark? Nee, dark. Maar dat vind ik niet zo interessant. Ja, dan zou ik voor Celio gaan. Ja. Want wel meer Pokémon kunnen je dark type moves. Oh, daarover gesproken. Ik heb dus geen dark type moves meer nu. Oh, ja. Dat is wel een beetje sad. Tegen Starmie en ik kan mijn Breloom niet inzetten. Oh, dit is weer kloot. Wat dat betreft kan ik Sharpedo misschien nog wel gebruiken voor de gym. Alleen, hij is toch een te laag level daarvoor. Dus ik denk dat ik het toch wel zo ga proberen. Ik moet alleen even kijken of ik Pokémon met een Dark-type move heb. Misschien dat mijn Gyarados bite kan. Oh, Crunch. Easy. Crunch is wel goed. Crunch is een van de beste Dark-type physical moves, volgens mij. Oh, ik had echt een hele andere gym in mijn hoofd. Als in de layout van de gym. Ik ken het überhaupt helemaal niet. Nee, want in Emerald, dan moet je zeg maar door zo'n labyrinth met van die standbeelden. En als je dan op een knopje gaat staan, dan draai je die standbeelden. Kan je dat nog herinneren? Ja, ik denk dat ik weet welke bedoelt. Of is dat... Nee, die ik denk dat is de Flying-type gym. Nee, de Flying-type gym die lijkt er op zich wel op in deze game. Is Charmander al flying? Nee, alleen psychisch volgens mij. Of hoe Paddy het zou zeggen, spike ik. Ik wil hem het zo graag een keer voor. Ja, maar... Ik heb helemaal Kletje gedm'd, hè. Zo van, hey, kun je even vragen welke type Inkay is? En zo'n Pokémon dat je denkt van, wat? Alleen, Kletje had het niet gelezen. Oh, very sad. Hij zei echt, ik weet niet hoe lang geleden. Ja, ik denk echt een dag later of zo zei hij. Oh, ik zie nu pas dit berichtje. Ja, het is te laat. Joh. No shit. Ja. Dus dat was zo. Kedabra. Oké, ik ben bij de gym leader. Wat? Ik ben net begonnen. Dat komt natuurlijk omdat ik die Pokémon ga vangen. Ik durf niet. Snap ik. Please, maar nog 3 Pokémon, dan staan we weer gelijk. Nee, want dan weet ik echt niet meer. Oké,
Het minst erge voor mij zou zijn om Hariyama te verliezen, want dan kan ik gewoon mijn choke erin doen. Alhoewel is die wel een veel lager level, dus. Yeah. Het is nog steeds niet gunstig, maar dat is het gunstigste geval. Mm-hmm. Daar heb ik coverage voor. Maar bij de rest is het allemaal gewoon kut, want dan heb ik gewoon niks. Oh, ik moet nu tegen die Medicham die jouw ding verwoorden. Ja. Maar het kutste zou zijn als Breloom verlies. Want dan ben ik de grastype kwijt. Sad. Dat is het kutste. Maar dat gaat helemaal niet gebeuren. Nee joh. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik hoor het. Oh, en dan hebben ze het zeker hele goede Pokémon. Oh nee, wacht, dat is geen random guys. Ja. Oh, mijn Gyarados is dood. Critical hit. Wat? Yes, ja. Waarom yes? Ik wou net heel salty weglopen. Zo van, oh, ik weet niet hoe 3DS games werken. En dat je die niet kunt randomizen. Ja, dan... dan staan we weer kiet, oké? Okay? Maar ja, dit was echt niet eerlijk. Dit was echt niet eerlijk hoe dit ging. Weer een crit. Waarom moet ik elke keer crits krijgen om dood te gaan? Medicham? Ja. Met high jump. Weer een crit. Oh, ik lach, maar... Waarom lach ik eigenlijk? Oh, en weet je? Ik heb... Weet je wat nog het ergste is, Sander? Ik heb dit voor mezelf verneukt. Weet je waarom? Nou. Ik mega evolvede speciaal voor die Medicham. Maar doordat ik mega evolvede, werd ik een dark type, waardoor het super effective was. Als ik dat niet had gedaan... was ik flying geweest en dan had het waarschijnlijk niks gedaan. Oh. Dus ik heb het echt hard verneukt voor mezelf. Ja, en bedankt nog, trouwens. Want door jou heb ik mega evolved in de gym met Swampert. Oh, daar had je er zelf niet aan gedacht? Ja. Je hebt het wel goed in deze game. Ja, gast, ik heb deze game nooit gespeeld. Ik heb nooit met mega evolutions gedaan. Oh, avoid. Oh ja, jij hebt natuurlijk Gen 6 ook niet gespeeld. Nee. Nou, oké. Okay. Niet helemaal nooit, maar ik heb een heel, heel klein stukje gespeeld. Omdat mijn neefje vast zat in de game. Oké. Okay. Toen heb ik met zijn Yveltal al uitgezocht waar de Victory Road was. Niet dat ik het nu zou weten hoor, maar... Oh, ik heb zoveel zin om die game te gaan spelen met jou. Ja, dat wordt waarschijnlijk echt een chaos. Ja. Waarschijnlijk echt niet waar ik naartoe moet. Net zoals hier eigenlijk, er zoveel verschil is niet. Alhoewel, hier weet ik wel een beetje van de oude games nog een beetje van wat we moeten doen. Ja, bij Gen 6 wordt het echt chaos met jou, ja. Maar dat is niet erg. Yep. Ik kan je er wel doorheen helpen. I love chaos. Zeg maar, ik ben ook een gast die als hij bij de snackbar is. Ja, mag ik één patatje met? Twee delletjes. En chaos graag. Ja. Zo erg is het nou ook weer niet. Maar... Wat had je oorlog? Het staat zo. Ja. Het liefst wel. Ik denk dat het straks... Ik denk dat we op een gegeven moment ook Pokémon's moeten gaan trainen. Zeker als we straks een beetje in de buurt van de Victory Road komen. Ja, deze gasten die hebben gewoon Pokémon van level 42. Dat bedoel ik. Dat is 12 plus 30. Dat is echt vet veel. Wauw, math. Holy damn, wat gebeurt hier? Gaat Max dood? Wel een groene straal. Waarom doet Psychie super effective op mij? Ik snap er helemaal niks meer van. Hey, Steven. Psychic is super effective op poison. Oh, is Roserade poison toevallig? Ja. Oh, ja. Nou dat verklaart een hoop. Ja. What the fuck, dit ziet er wel vet uit, man. Hey Steven, jij ook hier. Heb je de gymleaders al verslagen? Yep. Stoer. Ging best goed. Fijn voor je. Sorry. Nee, dat geeft niks. Nou, ik ben gewoon blij dat het niet helemaal... dat ik niet in ben.
De tering en daar voorbij. Ja, dat was ik dus niet. En daar was ik eigenlijk best wel blij mee of zo. Ja. Ik weet ook niet waarom. Ik heb dive. Is dat eigenlijk een beetje een goede aanval? Nee. Is two turns, net als fly. Dus heb je niet zo heel veel aan. Dan kan je beter surf gebruiken, zeg maar. Ja, oké. Ik weet wel dat waterfall, behalve zijn accuracy, is waterfall best wel goed. Ja, maar waterfall is een physical move, hè. Dat is het verschil. Vooral voor, inderdaad, voor Ferelegator. Op Ferelegator is waterfall echt supergoed. Want Ferelegator is ook een physical attacker. Maar heel weinig water types hebben eigenlijk physical. Klopt. Dus dan is waterfall echt chill. Een physical Azumarill is ook wel goed. En dan pak je inderdaad waterval en play rough. En dan belly drum. Dan krijg je wel, dan gaat wel de helft van je HP eraf. Maar dan krijg je wel alles plus 2 volgens mij. Ja, dat klinkt... Maar ik ben altijd te pushy om dat soort dingen te gebruiken. Ja, ik had belly drum ook op mijn... op mijn Hariyama. Maar ik durf het dus ook niet te gebruiken. Volgens mij heb ik hem ook alweer verleerd voor Smelling Salt. Ja, dat zou ik ook gedaan kunnen hebben. Ik wil nu wel ergens net... Oh, wacht. Ik moet natuurlijk nu diven, want ik heb dive. Hey, ik ben smart. Smart boy. No. Nee. Ben je nog iemand verloren? Nee. Ik deed dat filmpje van Dumpert dat... No. Nee. Van dat je smart was, zeg maar. Oh, zo. Oh, dat kwartje viel echt heel laat. Ik ben ook geen Dumpert kijker. Ik ben geen fan van Dumpert. Al helemaal niet van de reacties. Ik vind iedereen op Dumpert altijd zo tof. Ja, dat zijn ze ook. Oh, dat ligt niet aan mij. Nee, dat ligt niet aan jou. Oké. Goed om te weten. Nou, ik ga nu tegen Liza en Tate. Oké, nice. Ik hoop dat het een beetje lukt. Ik ook. Moet ik een aanval afleren bij mijn... Jij mag straks trouwens wel een Pokémon vangen. Ja? Ja, Relicant. Heb je eventueel nog een water-Pokémon? Ik weet niet of je die al hebt, maar... Ik weet ook niet of ik een extra water-type heb. Ik heb natuurlijk sowieso Swampert. Je hebt natuurlijk... Ja, maar ja, dat was ik helemaal vergeten. Dan laat maar. Maar als die doodgaat, dan heb ik wel Relicant. Ik hoop niet dat die doodgaat, bedoel ik. Je weet niet wat er gebeurt, hè? Maar ja, je weet het nooit, precies. Ik neem wel even Latios mee. Oh, ik maak echt helemaal gehakt van die Solrock en Lunatone. Och. Oh jee. Oké, ik leef nog. Solrock is dood. Nice. Oh, ik was heel even bang dat ik Fireplume kwijtraakte. Ai. Maar het valt mee. Dat het, dan heb je best veel gras. Ja, ik heb 2. Fireplume, Roselia en... Nee, Fireplume en Roserade alleen. Oh. Ja, ik heb ook een Tropius, maar die gebruik ik alleen op de vliegen. Ja, oké. Dan... Oké. Dit is altijd het stukje waar ik stuk ga. Met het hele drive, dat is voor mij altijd zo'n doolhoof. Ja, daar heb ik ook altijd last van, hoor. Dus ik moet ook even zoeken straks. Ik heb in ieder geval de badge. Volgens mij is de gym battle nog nooit zo simpel gegaan als nu. Ja. Ja, dat was bij mij eigenlijk ook wel zo. Behalve dat ze twee keer een aanval ontweken. Ja, dat precies. Dat was iets minder. Maar in principe, ze deden niet echt goede aanvallen, dus dat scheelde. Wow, dit ziet er... Is het nou een trainer? What the fuck? Ja, het is een trainer, ja. Diver Kaelin, oké. Hey, die straal die je ziet, hè, dat is van volgens mij van Mega Rayquaza voor de Delta episode. Ah.
Earthquake. Daar hou ik altijd al van. We moeten gewoon daarheen waar, waar die twee mensen stonden, zeg maar. Wat? Moeten we niet diven? Jawel, maar pas waar die twee mensen stonden. Oh. Oh, dan doe ik het fout. Ik weet nu ook welke twee mensen je bedoelt. Ik zat echt... Waarschijnlijk zul je dat ik zien. Ik zag de camera en te kijken van... Hey, wat bedoelt hij? Maar ik snap hem nu. Goed zo. Ik ben trots op je. Dat hoor ik niet vaak. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Nou, Steven, schiet op. Ik heb dive. Je boy heeft dive. En nice. De Devon Scuba Gear. Oké, maar moet je dan... Waar zijn die twee mensen? Trouwens, ik weet niet of wij hier al eerder een afspraak over hebben gemaakt. Maar we gaan, gebruiken wij legendarische Pokémon? Nee, geen afspraak over gemaakt. Okay. Lol, maar Linoon kan surf. What the fuck? Ging nou wel de goede kant op. Ik dacht door... Wat je zei, dat het niet goed. Het kan goed dat ik... wat ik zei niet klopt hoor. Dat kan heel goed. Nou, het kan ook goed dat ik daardoor gewoon dacht van... Oh, dat is daar en daar... Ik had niet verwacht dat het in deze route zou zitten, zeg maar. Een andere route. Het zit in ieder geval in route 128, als ik het goed heb. En ik zit in route 127. Dat zou het ergens mee te maken kunnen hebben. Dus dan klopt het wel dat ik niet... Oh, ik vergeet Mega Evolve echt veel te vaak. Okay. Nou, ik heb de aanvaltjes geleerd. Nee, omdat ik dat zei. Omdat we, als we straks Groudon kunnen vangen, dan zou jij die eventueel kunnen gebruiken als je wilt. Ja, en jij zou natuurlijk Kyogre kunnen vangen. Nee, want ik kan Kyogre niet vangen. Oh ja, we doen bijna dezelfde game natuurlijk. Ja. Vergeten. Ik ben altijd gewend dat je anders doet, zeg maar. Misschien dat ze dat met X en Y wel kunnen doen, maar ik vind het altijd... Deze rom had ik toevallig liggen, dus dat kwam even goed uit. Ja. Het is altijd zo feest om een rom te vinden. Maar ik had er toen gewoon niet aan gedacht. Dus ja. En zoveel maakt het niet uit. Ik heb het volgens mij al gevonden. Dan doe ik echt iets fout. Ja. Wat je doet, je vliegt terug naar Mosdiep. Je gaat... Oh, wacht. Het is... Wacht. Dit is het niet. Het is hier wel, maar ik heb het niet goed gedaan volgens mij. Ja. Wat je doet, je vliegt terug naar Mosdiep en je gaat gewoon naar beneden en dan hou je links aan, zeg maar. En dan zie je, zeg maar, waar die twee mensen stonden. Daar moet je dan gaan diven. Ja, oké, ik ben op de goede plek. Even kijken of hier nog gras is voor mij. Ja, die reliquent kan me gestolen worden. Ik ben er. Ik heb niks voor Ghost type. Ik moet tegen iemand vechten, dus ik kan het nu nog niet doen, maar... Ah, sad. Oh, wacht. Dit is niet Zootopolis, maar dit is die hideout van Team Magma. Maar moeten we dat dan eerst... Ja, dat moeten we eerst doen, ja. Deze Dusclops is echt dom. Hij doet Curse, terwijl die op echt... Nou, wat is het? 90% van zijn helft weg is? Heftig, heftig. Ja, tuurlijk. Tuurlijk gaat hij dan dood. Oké, ik moet... Oké. Sorry, kijkers, dat het zo kut eruit ziet. Oh, je moet eigenlijk ook Strength leren aan een Pokémon. Kan een Latios Strength leren? Ik denk het wel.
iedereen kan het, behalve... Latios. Zoals het al. Ik heb hem Latios genoemd, dus het zal wel Latios zijn die ik heb. We hebben allebei Latios, ja. Ja, ja, ik denk al. Ik heb hem... Er staat hier Latias, dus ik kan me niet voorstellen dat ik echt Latias is. Nee. Ik ben wel zo'n guy die dan expres... Ja. Oh, strength is wel beter dan smelling salt. Nou, dan doen we dat lekker, joh. Helemaal toppie. Helemaal top. Oké. Ik ben in Mos Deep. Ik ga nu naar beneden. Ja, je houdt links een beetje aan, zeg maar. Ja, maar... Gewoon naar beneden en dan links aan. Dan in route 127 uit. Ja. Je begint in route 127. Dan had ik niet hoeven vliegen. Oh. Oeps. Oh, nee. Want ik ben namelijk geen trainers tegengekomen. Visible Confusion. Moet ik hier? Oh, hier. Nu ben ik in route 26. Nee, gaat goed, dit. Nee, je moet ja, gewoon... Ja, dat wel? Nee. Dat was sarcasme. Nee, je moet vanaf Mos Deep gewoon helemaal naar beneden... en een klein beetje links aanhouden, zeg maar. Want dan kom je op dat... in die ronde cirkel waar die twee mensen staan... in die cutscene. Oké, ik ga gewoon naar onder en links aanhouden. Ik zit echt letterlijk tegen stenen aan, dus het kan niet fout gaan. Nee. Oké. Praat tegen me. Oh, hier zit wel een trainer. Oh. Aan het zwemmen. Kan zijn dat ik die netjes ontweken heb net. Oké. Ik ben zo bang dat ik nu toch weer verkeerd ga. Oké, die zwemtrommeltjes, dus op zich. Oh, weet je bij welke route ik ben? Nee. Route 130. Dat gaat echt goed, hè, Jezus. Is dat niet goed, hè? Nee. Ik moest links aanhouden. Ja, mij is het in één keer gelukt. Ik zwom er echt zo naartoe. Ja, maar jij kreeg ook een cutscene, ik niet. Jij kreeg ook een cutscene, want jij zei nog wel, dat ziet er cool uit. Met die groene... Ja, dat, maar ik weet niet waar dat... Ik dacht dat jij bedoelde van... Ja, toen kreeg je in diezelfde cutscene, zag je twee mensen staan bij zo'n ronde... Ik heb hem gevonden. Het werd Weet je nog dat ik zo net zei, ik zit tegen stenen aan? Ja, daar ik was Ik had toen gewoon eventjes naar rechts moeten gaan. En dan is het zeg maar niet in het midden dive, maar daar net iets onder, zeg maar, zodat je naar binnen kan. Kom je nu mee? Ja, hallo, moet ik je alles voorkouwen? Nee, ik maak maar een grapje. Nee, ik kwam er zelf ook al achter dat niet de goede path was, want ik kon nergens naartoe. Precies. Oké, en dan naar onder. Ja, gewoon ietsje naar onder en dan meteen diven, zeg maar. En dan, Ja, nee, maar ik ben nu in het dive stukje. Oké, en dan... Oké, je kunt alleen maar naar boven, laat maar. Oh, ja. Oké. Ja, gelukt? Ja, ik denk het. Nu moet ik naar links. Denk ik? Het gaat echt van een saleidakje dit, hè? Ik ga ondertussen gewoon verder, hè, dan weet je dat. Ja, dat moet je ook vooral doen. Ik hou je echt niet tegen. Oh, daar is die bridge die ik net heb gevoegd, hè. Daar ga ik dus niet de goede kant. Oké, ga terug naar die cirkel. Ja, daar ben ik. Oké. Sta je op de cirkel nu? Ja, oké. Dan ga je onder die cirkel ga je zwemmen, zeg maar. Of surfen. Ja.
En dan ga je daar, kan je meteen naar beneden, zeg maar. Ja, ja, dat heb ik al. Oké, okay, oh. En dan surf je rechtdoor. Oh, dit is een groot gave ingang. Oh, wauw, ik voel me echt... Oh, het is niet zo... Goed zo, Sander. En toen was het stil. Ja, ik ben er weer. Oké. Okay. Sorry, ja, ik werd even gestoord. Oh, ik dacht van, je hebt het leven opgegeven, zeg maar. Nee, 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 nee. Ik dacht, je liep weer naar je raam toe om eruit te springen, maar toen zat hij dicht. Nee, dit kan niet. Nee, ik werd even... Sorry, man. Kan gebeuren in het leven. Mm-hmm. Niet soms. Mijn battle, als die zo af is, dan wil ik eigenlijk de aflevering wel beëindigen. Oké. Okay. Nou, ik vind het goed. Nee, ja, ik vind het gewoon goed. De battle is bijna af. Ik merk wel dat ik erg gehandicapt ben doordat ik 2 gras-Pokémons en een normal Pokémon heb en de rest allemaal underleveld is. Ja, dat is wel balen. Ja. Het is niet makkelijk om een Pokémon meester te zijn. Zeker. Oké, ik wil hier de aflevering beëindigen. Ga je gang. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van de Avatarlok. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe zeker een duimpje omhoog. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat even. En vergeet zeker ook niet te abonneren op Sander's kanaal. Die staat in de beschrijving. Gaming SB om precies te zijn. En dan zie ik jullie heel graag de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.